Een bijzondere dag voor kroonprinses Elisabeth hier in de marinebasis van Zeebrugge. Voor haar allereerste eigen officiële activiteit. Weliswaar nog wel geflankeerd door haar ouders. Elisabeth, wij zijn echt heel blij dat jij de doopmeter wilt zijn van dit prachtig nieuw schip. Wat een doop door de prinses brengt ons geluk en succes. Elisabeth doopt Pollux, het tweede patrouilleschip van de marine. Net zoals vorig jaar mama Mathilde het broederschip Castor doopte. Genoemd naar de sterren Castor en Pollux, die zeemannen de weg wijzen. Ik doop u, Pollux, en wens u en uw bemanning een behouden vaart. Als de fles niet onmiddellijk kapot gaat, dan hebben we zoals een goede militair steeds een backup plan. En we hadden iemand klaarstaan met een hamer en dat het dus inderdaad veilig zal kunnen varen op alle zeeën. We hebben al een hele mooie foto gekregen om onze ontspanningsruimte te verfraaien. Onder de foto een handgeschreven gelukwens van Elisabeth. Ik heb haar de brug kunnen tonen. Ze waren dus erg onder de indruk dat het een schip was dat bestuurd werd door één persoon. Dus er zal dus inderdaad maar één persoon de wacht houden op de brug. En na de plechtigheid is het eerst nog poseren met de trotse ouders erbij, maar dan moet Elisabeth het toch alleen doen.